Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik twee eenhoorn DIY's voor jullie. De eerste daarvan is deze eenhoorn milkshake die jullie hier al zien. En hoe ik deze milkshake gemaakt heb en wat ik daarvoor gebruikt heb, ga ik je nu natuurlijk in deze video laten zien. Ik heb de volgende ingrediënten gebruikt. Namelijk melk, dat is 250 milliliter hier. Dan heb ik aardbeienijs genomen, maar je kan ook een smaak nemen die jij lekker vindt. Ik heb hier bevroren bosvruchten. Dat is zo'n 100 gram. En dan als decoratie heb ik slagroom, blauwe levensmiddelenkleurstof, poedersuiker en citroensap. En dan natuurlijk nog wat soysulfur bovenop. Daar heb ik gewoon een paar verschillende dingen door elkaar gemengd. Dus wat hartjes, een paar bolletjes, van alles door elkaar. Als eerste maak ik de shake zelf. Daarvoor doe ik ijs hier in deze bak. Dat waren zo'n twee bollen die ik genomen had. Daar komen de vruchten bij. En dan de melk. En dat mix ik goed door elkaar met een staafmixer. Als de shake dan klaar is, zet ik die even in de koelkast. En dan ga ik ondertussen het glas alvast decoreren. Voor het decoreren heb ik blauwe glazuur nodig en dat ga ik zelf maken door citroensap toe te voegen aan poedersuiker. Dit was iets te weinig, dus er komt nog wat bij. En dan meng ik het tot het een beetje vloeibaar is, maar niet te veel. Zo, hier komt nu een beetje blauwe kleurstof bij. En met het blauwe glazuur ga ik dan het glas decoreren. Dat doe ik door een lading op de lepel te doen. En daarmee ga ik zo rondom aan de binnenkant van het glas heen en weer. Zo. Dan kan de shake er nu in komen. Helemaal vol. En daarbovenop komt natuurlijk de slagroom. Het ziet er nu al heel tof uit, maar met wat slagroom ziet het er nog mooier uit. Daarbovenop kan nog wel wat slagroom, glazuur. En het strooisel natuurlijk. Zo ziet de milkshake er dan uit als die helemaal klaar is. Ik heb er nog twee rietjes bij gedaan om het echt af te maken. Zo kun je deze milkshake namelijk delen met een vriendin. Voor deze DIY ga ik een eenhoorndoos maken die je eigenlijk als een soort cadeaudoos kunt gebruiken. Daarvoor heb ik hier papier van 30 bij 30 centimeter genomen. Aan de ene kant staan er donuts op, aan de andere kant een ander patroon. Ik heb nog een wit papier, silk clay in roze, een spies, een schaar, een perforator, een nietmachine en dan nog een paar viltstiften, een zwarte stift en een gewone lijmstift. Nou, aan deze kant zitten dus donuts op het papier en de andere kant is roze. Past allebei dus perfect bij eenhoorns. En dit wordt de binnenkant. Ik moet dit in drie delen verdelen van zo'n 10 centimeter steeds, omdat het papier zoals ik gezegd heb 30 bij 30 is. Dus ietsjes meer, 30,5 of zo.
Dus ik zet de markering neer bij 10,1 ongeveer. En dat doe ik aan iedere kant. De punten die tegenover elkaar liggen, verbind ik nu met elkaar. Dus nu hebben we 9 vlakjes. En ik ga het hier zo een stuk inknippen. Tot het kruispunt van de lijnen. Dat doe ik hier ook. En aan de tegenoverliggende kant doe ik hetzelfde. Dit knip ik zo weg. Dat heb ik niet nodig en dat scheelt ook. Kan ik het later nog een keer voor iets anders gebruiken. En aan dit stukje maak ik dan alles bij elkaar vast. Maar dat hele grote stuk is niet echt nodig. Aan deze kant gaat ook een stuk eraf. En hier als laatste. Nu ga ik dit zo omvouwen. Dit komt dan zo bij elkaar. Dit wel aan de binnenkant. Zo. En dan kan je met lijm of met nietjes zo de doos in elkaar zetten. Met de nietmachine gaat iets sneller. Het doosje is nu al klaar, alleen zie ik er nog geen eenhoorn op. Dus ga ik nu de eenhoorn maken. Daarvoor neem ik het witte papier. Daar knip ik dan een soort cirkel uit. Hij is niet helemaal perfect rond. Het is meer een beetje ovaal. Dat wordt dan het hoofd van onze eenhoorn. En dat lijm ik vast aan één kant van de doos. Nu komt de perforator. Dit is er zo één met maar één gat. Dat is wel het makkelijkst. Die doe ik in het midden. En daar komt de hoorn van de eenhoorn doorheen. Daarvoor neem ik de spies. En om die spies heen komt met klei dan een echte hoorn. Ik rol de silkklei eerst zo dun uit. En dan begin ik hier aan de bovenkant met het omwikkelen van de spies. En dit gaat nu heen en weer bewegen. Dus dan is het wel handig om die zo vast te zetten of met lijm. Het lijkt zo een beetje, ik heb hem hieronder zo vastgezet, de bovenkant lijkt een beetje op een suikerspin. Maar de silkklei heb ik vastgezet met wat washi tape, zodat ik zeker weet dat de hoorn niet meer beweegt. Nu moeten er alleen nog oren bij en een gezicht natuurlijk. Ik heb dat restje papier hier en nog wat wit over, dus daar ga ik de oren mee maken. Ik heb het papier op elkaar gelegd, zodat ik minder vaak hoef te knippen. Ik heb een iets groter en een kleiner. Kijken of dit zo lukt. En zo plak ik dan de oren eraan vast. Waarschijnlijk er zo achter. Nu moeten er nog ogen bij en manen. En die maak ik dan met stiften
op de eenhoorn. Nu is onze eenhoorndoos klaar. Het was heel makkelijk zo te maken. En als dit zo een beetje storend is, die staaf in het midden, dan kun je hem met een lijmpistool misschien ook vastzetten en dat hele middelstuk weghalen. En nu kun je er een cadeautje in doen voor een vriendin of gewoon je spulletjes in bewaren. Je stiften bijvoorbeeld. Ik hoop in ieder geval dat je deze eenhoorn DIY's leuk vond. Als dat zo is, laat me dat dan weten door de video een duim omhoog te geven of een reactie achter te laten. Ik hoop ook dat je je abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan op het klokje naast de abonneren button, zodat je nooit meer een video van ons mist. Dan zie ik je in de volgende video weer. Hopelijk tot dan en dag!